Wat komt u hier doen, meneer? We gaan heerlijke mokkelbroodjes afbakken in combinatie met Unilever. En als eindresultaat 3 heerlijke, mooie belegde broodjes. Mogen we meekijken? Natuurlijk. We wachten even op Edwin van Gent, die is er nog niet. Ik heb alvast 3 soorten broodjes van Molko op het rooster gelegd. 2 sterren uit het Rustico-programma van ons, namelijk de Bonk Wit en de Bonk Noodrozijn. 2 broodjes met pit, met een flinke, diepe smaak. Mooie beet. Daarnaast hebben we een Brusselse pistolet. De pistolet met een andere vorm. Heel luchtige kruim, zoals ze dat zeggen. En een hele mooie korst. Lekker dun, zeer knapperig. Echt een mooi lentebroodje. We gaan de broodjes afbakken op 185 graden. Gedurende 12 minuten. Zo, nu nog een kwartiertje afkoelen. En dan zijn ze klaar voor Edwin. En je hoort ze knisperen. We gaan vandaag een aantal broodjes maken. Ik heb hier een rustico bonk met noten en fruit. En dat is natuurlijk mooi om daar een goede combinatie bij te zoeken. Ik heb hier alvast wat geitenkaas klaarstaan. Daarbij gaan we wat walnootjes gebruiken. Dan kunnen we walnootjes gebruiken die zo rechtstreeks uit de verpakking komen. Maar deze heb ik vanochtend eventjes geroosterd op 160 graden, 10-12 minuutjes in de oven. Zodat ze veel meer smaak krijgen. Ik heb hier prachtige mesclun. En dat is gewoon gemengde sla natuurlijk. Heel simpel, maar ik ga dat gelijk op een bordje maken. Waarom? Dat alles wat er eventueel overheen valt, valt mooi, blijft mooi hangen. Vervolgens pakken we die geitenkaas. Het is best een grote plak. Je kunt je voorstellen, als we dat hele broodje echt heel bomvol beleggen, dat het echt te veel is. Dat wordt echt een hele hap. En hebben we natuurlijk de walnootjes. Die kunnen we er in zijn geheel op verwerken. Maar het mooiste is, als we even grof het mes doorheen halen. Een keertje overdwars. En die verdelen we goed over dat broodje. Omdat die geitenkaas best droog is van nature, gaan we die afmaken met een vinaigrette, een balsamico vinaigrette. Goed schudden, zodat je een mooie emulsie hebt. En een prachtige smaak, omdat dat licht zoet is. Kapje erop. En het eerste broodje is klaar. Voor het volgende broodje gaan we eerst een spread maken. En die spread die maak ik op basis van de Sandwich Delight. Een zuivelspread. Dit is de roomkaasvariant. 28% vet. En juist doordat die spread zeg maar, dat brood afdekt, droogt dat brood niet meer uit. De dillen heb ik geplukt. We halen daar even grof het mes doorheen. De bieslook gesneden. Kijk, die gaat er mooi in. Eventueel kun je er nog wat peper aan toevoegen. Het is een kwestie van mengen en is het klaar. Voor dit gerechtje pak een mooi Brusselse pistolet. Mooi wit broodje, mooie knapperige korst. Met een ijsschepje, 2 bolletjes maken. En die gaan we dan afmaken met de radijsjes. En dan hebben we de plakjes komkommer, die gaan er overheen. En afmaken met mooi wat takjes rucola. En om eerlijk te zijn, het kapje moet erop. Maar ja, kijk nou eens even naar dit plaatje. Is toch eigenlijk zonde, maar we doen het toch. Dit broodje is eigenlijk een oude klassieker. Gerookte zalm combineren met roomkaas en mierenkswortel. Voor dit broodje gebruik ik de Rustico Bonk Wit. Weer een schitterend broodje. We beginnen met het maken van de spread. En die spread die gaan we mengen met een kruidenpuree. In dit geval mierenkswortel. En we doen daar een lekkere lepel van in. Maar ook weer niet te veel, want het gevaar is altijd dat de mierenkswortel best wel stevig is van smaak. Alles moet in evenwicht zijn en alles moet je goed kunnen proeven. Prachtige smeerbare spread. En er mag best wel wat op, hè? Je mag het ook best wel proeven. En de bovenkant, en daar komt die, wordt vandaag tevens de onderkant, gaan we ook besmeren. Dus we hebben in dit geval 2 gebakjes, nou ja, broodjes natuurlijk op zich. Op de roomkaas doen we wat mesclun, verdelen we netjes over de broodjes. We gaan de broodjes afmaken natuurlijk met de gerookte zalm. Dit gaan we nog afmaken met een aantal radijsachtige producten. Als eerste gebruik ik fijne reepjes gesneden van rettig. En daar overheen fijne radijs. We maken dit broodje af met broccocres. Het smaakt naar rucola. Ook weer dat noterige en een beetje dat peperige. Altijd netjes met een schaar afknippen. Dat is ten eerste makkelijk en ten tweede dan hoef je er ook niet meer aan te zitten met je handen. Desgewenst. Serveren met de pepermolen, zodat de gast het zelf toe kan voegen. Kijk eens wat Edwin voor mij heeft gemaakt. We beginnen met de noten Rustico Bonk. Heerlijke dressing, lekkere geitenkaas, goede combo met de notenrozijn. De Brusselse pistolet. Heerlijke spread, geweldig krakend vers broodje. Heerlijke radijsjes met de komkommer. Top.
de lekkere witte bonk met de spread en de zalm. In één woord, smeuïg. Ronald, hoe was het? Eén woord, geweldig. Als ik drie soorten broodjes zo aflever en ik krijg ze zo terug, echt top.